Yo mensen, Jaraski hier en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Farming Simulator 2022. We gaan weer verder op onze boerderij, want de vorige keer hebben we alle druiven geoogst voor een totale opbrengst van 7302 liter. Maar zowel de struiken als de ondergrond hebben onze aandacht nodig. Dus wat we als eerste moeten gaan doen, is we moeten tussen de struiken in, moeten we de grond gaan ploegen. Maar er is een heel groot probleem, want op onze bankrekening staat er nog 7 euro. Dat is letterlijk alles wat we nog hebben, dus het eerste doel van vandaag wordt om wat geld te gaan verdienen. En nu heb ik de vorige keer een fout gemaakt, want hier staat onze superieure aanhanger waar we alle druiven in kunnen bewaren en waar we alle druiven in kunnen dumpen. En die heeft ons ongeveer 40.000 euro gekost. Maar als ik mij omdraai, dan stond er hier al een aanhanger voor ons klaar die we heel lang geleden hebben gekocht. Dus eigenlijk hebben we nu 2 aanhangers voor precies hetzelfde doel en daar hebben we helemaal niks aan. Dus wat ik als eerste ga doen is, ik ga deze Furman verkopen en dan gaan we wel wat geld erop verliezen, want je krijgt nooit meer het aankoopbedrag ervoor terug. Maar we hebben er ook niks aan om te bewaren, want wat moeten we met 2 aanhangers? Dus dankjewel voor alle honderden mensen die in de reacties hebben geschreeuwd dat ik al een aanhanger had staan. Want ik heb hem helemaal over het hoofd gezien. Dus we stappen in onze prachtige Fendt 210. Dan starten we de motor. En terwijl die aan het warm draaien is, wil ik jullie vragen om keihard op die like-knop te rammen als je er weer zin in hebt. Bedankt allemaal voor het intunen, bedankt allemaal voor de support. En vergeet ook niet te abonneren op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van alle nieuwe afleveringen. En Ik doe een gokje. Ik zeg dat we er maar 10.000 euro voor terugkrijgen. Het is niet veel, maar ja, alle beekjes zijn welkom nu. Want we moeten dus een heel klein ploegje kopen die tussen onze struikjes past. Ja, alles is minuscuul met druiven. Daar kunnen we verder ook niks aan veranderen, want we willen de struiken zo dicht mogelijk op elkaar zetten. Maar dan hebben we dus ook een hele smalle en een hele kleine ploeg nodig. Dus het is zo meteen even goed in de shop kijken. Nu hebben we ook nog een lening openstaan die ik zo snel mogelijk wil gaan aflossen. Nu heb ik ook een aantal nieuwe voertuigen en een aantal nieuwe machines die ik zo snel mogelijk wil aanschaffen. Dus ja, het is een klein beetje tricky op dit moment. Maar we moeten roeien met de riemen die we hebben. En dat is voor nu 7 euro. Eerlijk is eerlijk, het is meer dan ik had voorspeld, want we krijgen er 14.316 euro voor terug. Dus dan hebben we in ieder geval weer wat geld op de bankrekening staan. En dit is de dieploeg die we nodig hebben voor een totaalbedrag van 5.000 euro, genaamd de Disc Ovikne V. Dat spreek ik helemaal verkeerd uit, maar deze gaan we aanschaffen. Dus dat geld is meteen weer afgeschreven. Achteruit. En koppelen maar aan. Er stond bij deze diepploeg dat die speciaal gemaakt is voor het onderhoud van de wijngaard. Dus dit is perfect. En ik neem 2 rijbanen in beslag terwijl we letterlijk 1,5 meter breed zijn. Het past precies, dus dat is een pluspunt. Maar laat hem maar zakken. En dan is het enige wat we hoeven te doen is helemaal naar de andere kant te rijden. En dan hebben we deze rij gehad. Zo makkelijk is het. Het verandert verder niet heel veel aan de ondergrond. Maar het zorgt gewoon meer voor dat natuurlijk de struiken ook weer genoeg voeding krijgen. En voor een betere opbrengst is het heel erg handig om deze taak toch net eventjes te voltooien. En nu hoeven we ook niet heel vaak heen en weer. Volgens mij 14 keer in totaal. En het is ook niet heel ver van de ene kant naar de andere kant. Dus dit moet redelijk snel gaan allemaal. Maar ik wil wel voor de zekerheid even controleren of we het goed hebben gedaan. Als we hier kijken, dan staat er rechts onderin ons scherm, moet geploegd worden. Maar als we kijken waar we net zijn geweest, dan zien we rechts onderin ons scherm niks meer staan. Dus dan hebben we het goed gedaan. En dat moeten we wel even gaan onthouden welke rij we hebben gehad en welke rij we nog moeten. Dus lijkt me het verstandigste om gewoon van 1 naar 2 naar 3 naar 4 naar 5 te gaan. In plaats van 1 naar 3 naar 5 naar 2 naar 4. Want dan gaan we sowieso in de war raken. Dus een kleine taak. Letterlijk. Maar wel een taak die we moeten voltooien. Dus laten we maar weer zakken. En dan rijden we helemaal naar de andere kant. Tegelijkertijd moeten we vandaag nog wat kleinere taken uitvoeren. Want onze distributiesilo die heeft water nodig. Onze zuivelfabriek heeft melk nodig. Een aantal landen hebben wat mest nodig.
Een aantal landen moeten gerold worden en het is vandaag meer een dagje qua voorbereiding op de drukkere maanden. Want de volgende maand en de maand daarna en de maand daarna gaan heel, maar ook echt heel erg druk worden. Als we bij de weersverwachtingen kijken, dan zien we dat het letterlijk in enkele minuten gaat regenen. Wat ongeveer 2 uur gaat aanhouden. Maar het voordeel is dat we veilig en droog in onze trekker zitten. En het andere voordeel is dat we vandaag geen taken hoeven uit te voeren die we niet kunnen uitvoeren als het regent. Dus we kunnen gewoon door blijven gaan wat we in de planning hebben staan. En ja, die regen die is alleen maar handig, want daardoor kunnen onze gewassen beter gaan groeien. Dus weet je, laat het maar even regenen, is helemaal niet erg. Maar voor nu moeten we deze rij nog afmaken. De rij daarnaast, de rij daarnaast en de rij daarnaast. En dan zit deze taak erop. Zo makkelijk is het. En ik vind het altijd wel fijn als je in een voertuig zit en het begint te regenen en het begint te onweren. Dat je al die druppeltjes op je ruiten hoort inslaan. Hetzelfde als je in een tent slaapt of als je gewoon in je bed slaapt. Dat je alle regen op het raam hoort kloppen. Dus dat maakt deze taak gewoon rustgevend. We kunnen gewoon rustig heen en weer rijden. Handjes in de lucht, cruise control aan. En dan zijn we zo klaar. De laatste meters. En de taak zit erop. Het liefste zou ik hier er ook nog langs willen rijden. Maar ik denk dat dat niet gaat passen. Dus ja, dit strookje kunnen we niet doen, maar ik denk niet dat dat heel veel uitmaakt. Het strookje hier aan de zijkant kunnen we nog wel doen, want daar is wel ruimte voor. Dus ik heb de ploeg weer laten zakken. En dan neem ik dit kleine rijke ton nog even mee. Waarom? Omdat we er toch langskomen. Ik kon of volle snelheid er langs rijden, of ik kon het gewoon even meenemen. Dus in dat geval neem ik nog even snel mee. En dan kunnen we de vent hier laten staan. Kunnen we de ploeg hier laten staan. Kunnen we gewoon alle attributen voor de druiven hier altijd laten staan. En wat ik in de toekomst wil doen als we echt weer wat geld hebben. Is ik wil hier sowieso een soort overkapping bouwen. Dat we dus eigenlijk de aanhanger en de ploeg. En de mesverspreider en alles wat we hier hebben staan. Gewoon een eigen opbergplekje kunnen geven. Zodat het gewoon allemaal veilig en droog staat. Want ja, de enige plek waar we deze machines nodig hebben is deze plek. Maar ja, nu staat het allemaal buiten. Dus dat vind ik altijd zo zonde. Voor de volgende taak moeten we onze distributiesilo gaan vullen met water. Want er zit nog maar 2121 liter in. En waar deze silo voor zorgt is dat de zaadjes, de kunstmest en het water gelijkmatig wordt verspreid over onze broeikassen. Zodat dus onze broeikassen altijd genoeg zaadjes, kunstmest en water hebben. Maar we hebben één klein probleempje, want de sla wordt te snel geproduceerd. Oftewel, onze opslag zit elke keer vol met 50.000 liter aan sla. Dus ik ga zo meteen wat sla verkopen. Maar wat ik nu wil doen, is ik wil één broeikas veranderen van sla naar tomaat. Tomaten leveren minder geld op, maar daardoor kunnen we wel meer opslaan. Dus het enige wat we hoeven te doen is de slaapproductie uit te zetten en de tomaatproductie aan te zetten. Allemaal hele kleine, inimini groene tomaatjes die uiteindelijk rood worden en die we dus uiteindelijk ook kunnen gaan verkopen. Ik denk dat dit een wat slimmere optie is en dan ga ik heel snel even naar de zondeer toe. Want dan kunnen we met de zondeer de silo met water gaan vullen en dan kunnen we daarna onze aanhanger gebruiken om de melk van de stal naar de zuivelfabriek te vervoeren. En zoals ik al zei, het zijn allemaal kleine taken, maar wel taken die heel belangrijk zijn. Dus deze kan worden aangekoppeld. En dan staat onze watertoevoer helemaal hier achter ons kleine schuurtje. We parkeren hier de aanhanger eventjes. Dan maken we hem open. En dan gooien we hem helemaal vol. That's it. 24.000 liter in totaal. En dan moet ik hier wel kunnen draaien. En dan kom op. Je hebt genoeg power, zondeer. Kom op, jongen. Er zat een klein hellinkje. Dus je ziet echt dat die zondeer aan het werk is nu, joh. Dat is niet meer normaal. Maar we hebben wat vaart erin nu. Dus we zijn onderweg. En dan kunnen we het water hier weer dumpen. Dat is alles wat we hoeven te doen.
Maar het is wel heel belangrijk, want anders gaan onze zonnebloemen, gaan onze tomaten en dan gaan onze sla dood. En dat is iets wat we niet willen hebben. Maar die is weer helemaal bijgevuld. Dus dan gaan we door naar de koeienstal. Kunnen we meteen even controleren hoe het met al onze koeien gaat. En dan kunnen we al het melk dat ze hebben geproduceerd meenemen. En vervoeren naar de zuivelfabriek, zodat er kaas, chocolade en boter van kan worden gemaakt. Dus een klein beetje scherpe bocht. Het gaat allemaal goed. Komt geen verkeer aan. En hier zie je ook al een hele aanhanger vol met zo'n 20.000 liter aan sla. Dat is alles wat we te veel hadden. Dus dat is ook alles wat we moeten gaan verkopen. Maar met de koeien gaat het zo te zien nog goed. Jawel. Ze zijn nog allemaal lekker aan het eten. Even kijken in de bak. Ja, er ligt ook nog genoeg eten. Er ligt ook nog genoeg stro. Dus die doen het allemaal goed. Maar hier kunnen we de melk op gaan halen. Ik weet niet uit mijn hoofd hoeveel melk er is geproduceerd. Maar 15.000, 16.000, 17.000, 18.000, 20.000 liter al. Woe! Dat is wel lekker hoor. 21.719 liter aan melk. Het gaat heel erg snel, want we hebben 50 koeien. Volgend jaar hebben we zelfs 100 koeien. Maar dit is wel even lekker hoor. Er kan echt veel kaas en chocolade van worden gemaakt. Zie het ook nu pas voor het eerst. In plaats van dat het linkerraam en het rechterraam even groot zijn, is het linkerraam kleiner en het rechterraam groter. Zodat dus ja, hoe noem je dat? Dat verbindingsstuk niet precies midden in je gezichtsveld zit. Hij is nog over nagedacht ook, joh. De poort is gelukkig voor ons open, dus we hoeven niet te wachten tot hij helemaal is geopend, want dat duurt zo'n 20 seconden. Dus in dat geval kunnen we hem eens achteruit zetten. En al het melk naar de zuivelfabriek brengen. Dus, oh, pas op, niet scherp. Nice. En dan kan die weer gaan werken. Je ziet ook al hoeveel pellets er buiten staan. Die boter die wil ik allemaal bewaren. Want die boter hebben we uiteindelijk nodig om bijvoorbeeld een taart van te gaan maken. Dus, ja, die laat ik allemaal daar staan. Alleen de kaas die kunnen we gaan verkopen. En de chocola kunnen we ook gaan verkopen. Alleen moeten we natuurlijk wachten op de juiste maand. Zodat het het meeste oplevert. Dus het staat in de regen. Maar dat is het probleem van de klant. De prijs van sla staat op dit moment op €2.897 per 1000 liter. Nu is dat niet de hoofdprijs. Maar omdat we te veel sla hadden. En omdat we het niet meer konden opslaan. Moeten we het nu gaan verkopen. Dus ja, wat we doen is we rijden gewoon naar de levensmiddelen toe. Dat is niet heel erg ver. Krijgen we meteen weer wat geld erbij. Kunnen we dat geld gaan gebruiken om een gedeelte van de lening af te lossen. En een nieuwe machine te kopen. En op die manier hoeven we ons ook geen zorgen te maken over dat de sla verdwijnt. Of dat we een extra opslag moeten bouwen. Of dat we er überhaupt aan hoeven te denken. Dus dan is het beter om het gewoon te gaan verkopen. Komt geen verkeer aan. Dus dan is het hier naar links. En dan is het hier meteen weer naar rechts. En dan zijn we er al. Het is echt heel, heel erg handig dat we deze levensmiddelen gewoon om de hoek hebben zitten. Eens achteruit. En hoeveel gaat de 20.000 liter opleveren? Sowieso €40.000. Kom maar door. Tel maar door. Tel maar door. Er staat nu al €45.000 op de bankrekening. €50.000 op de bankrekening. €60.000 op de bankrekening. En het is €57.896 in totaal. Dat is toch op zo'n regenachtige dag een mooi bedrag. Dus I will take it. Dankjewel daarvoor. Snel naar binnen. Helemaal door naar achter. Dat was ver genoeg en dan staat deze weer mooi in de garage. En de reden waarom ik dit geld wil gebruiken om een nieuwe machine aan te schaffen, is omdat de koeien zowel drijfmest produceren als vaste mest produceren. En voor de drijfmest hebben we al machines, maar voor de vaste mest hebben we nog geen machine. En langzaam maar zeker wordt de berg met poep groter en groter, totdat we dat ook niet meer kunnen opslaan. Dus daarom moeten we een speciale machine kopen. De CE150L heeft een opslag van 15 kuub en een werkbreedte van 18 meter. Oftewel, de stront wordt eruit geschoten 9 meter naar de ene kant en 9 meter naar de andere kant.
En dan zijn we er meteen vanaf en dan kunnen we dus de velden gaan bemesten. Dus de €46.540 wordt afgeschreven van de bankrekening. En met de overige €20.000 los ik een klein gedeelte van de lening af. Zodat er dus een lening open blijft staan van €65.000. Maar, zoals ik al heb gezegd, de komende maanden kunnen we heel veel geld gaan verdienen. Dus dan kunnen we zo snel mogelijk de lening gaan aflossen en daarna gaan investeren in nog veel, maar ook echt veel meer. Wat ik heb gedaan is, ik heb heel eventjes de verrijker opgestart, want ik heb deze emmer nodig om onze nieuwe mestverspreider te gaan vullen. Dus kom jij maar hier. En dan scheuren we die kant op. Jakker die zit van de regen te genieten, zoals je kan zien. Ik zal even naar je toeteren, jongen, hier. Toet toet, niet schrikken. Ik weet echt de helft van de tijd niet waarmee die bezig is, maar... Dat weet ik van mezelf ook niet, dus dat scheelt. En dan komen we hier aan. Bij onze grote, maar ik heb grote hoop aan vaste mest. En het enige wat we dan hoeven te doen is gewoon de aanhanger te vullen en het te verspreiden over onze landen. Per emmer nemen we 2651 liter mee. Hij heeft een opslag van 15 kuub. Dus dan moeten wij 2, 4, 6 keer heen en weer maximaal. 5 keer is ook wel genoeg. En dan zit hij op die manier vol. Dus dat is nummer 1. Dat is nummer 2. Dat is nummer 3. Je ziet al dat hij een klein beetje vol begint te raken. Iets verder naar voren gooien nu. Want dat is nummer 4. Hoppatee. Want dan is dit... De laatste. En dan gaan we voor het eerst vaste mest over het land verspreiden. Ik heb het nog nooit gedaan. Ik heb ook geen idee hoe dit gaat. Maar het lijkt me dat als we de machine aanzetten dat het verder vanzelf gaat. Het enige wat wij hoeven te doen is heen en weer te rijden. Dus we laten de verrijker hier staan. En let's go. Op naar veld 47, 48 en 49. Want die hebben we allemaal ingeplant met suikerriet. Maar die zijn nog niet bemest. Dus... Een werkbreedte van 18 meter. Ik denk dat ik dan ongeveer hier moet rijden. En ik weet ook niet of we een dubbele applicatie kunnen verspreiden. Dus het luik kan worden geopend. En dan kan die worden aangezet. Oh, godverdamme. Lalalala. En dan moet ik even kijken. Dubbele applicatie is deze knop. Dan rijden we iets langzamer. Maar dan gaat het dus van 0% bemest meteen naar 100% bemest. Maar dit is wel echt nasty, ouwe. Je ziet zelf de rood er vanaf komen. Godverdamme. Het gaat heel erg traag. Maar het gaat van 0% bemest naar 100% bemest. Dus dit is wel... Ik wil zeggen lekker, maar... Godverdamme, jongen. Holy knetter. Oké, dit is wel echt serieus nasty. We hebben ook al een paar duizend liter verbruikt nu. Dus het gaat heel erg snel op. Maar we hoeven er nu op deze manier maar één keer overheen. Dus zet hem maar uit. Dan maken we even het bochtje hier. En dan moet ik het een klein beetje inschatten. Ik denk dat hij dan ongeveer hier weer aan moet. En dat we dan op die manier alles meepakken. Nee. Ik moet iets te dichterop. Ik moet een klein beetje inschatten wat 18 meter werkbreedte is. Maar dit is... Pakken we alles mee nu? Ja, oké, dat is 18 meter. Ik mis een heel klein strookje. Dus ietsje meer naar rechts toe. En dan is dit hem. Oké, dan moet ik nu gewoon in een rechte lijn naar voren. En dan moeten we een beetje deze breedte onthouden. Dat we dus weten wat 18 meter is. Want hij geeft niet aan van je moet daar en daar rijden. We hebben ook geen hulplijn. We hebben niks. Dus we moeten het zelf inschatten. Maar hij is alweer bijna leeg. Oh, dit meen je niet. Het gaat zo snel op, jongen. Maar ik denk hier. Ja, ik ga hier zeggen. Zet hem nog maar even aan. Een heel klein stukje. Nog 1000 liter. 900, 800, 700, 600, 500... 400, 300, 200, 100 en leeg. Dat was hem. Dus het luik kan weer worden gesloten. En dan kunnen we hem ook opnieuw weer gaan vullen. Maar dan moet ik zeggen, ik vind het eigenlijk wel een leuke taak. Het is gewoon gratis mest. We hoeven het niet te kopen. De koeien die produceren het automatisch. Het enige wat we moeten doen is we moeten zorgen dat de koeien genoeg stro hebben.
zodat ze dus vaste mest produceren. Maar dat hebben ze. En de berg die hier nog ligt is in totaal 70.000 liter. Dus daar kunnen we makkelijk de velden mee gaan vertooien. Het is alleen een beetje tricky dat we hem steeds handmatig moeten vullen. Maar we hoeven geen mest meer te kopen. Terwijl we de aanhanger aan het vullen zijn, zijn er ook nog een aantal mensen die supertanks hebben achtergelaten op de vorige afleveringen. Dus om deze mensen een speciaal bedankje te geven, wil ik ze ook even persoonlijk benoemen. En voor iedereen die überhaupt de afleveringen kijkt, bedankt natuurlijk voor het intunen. Bedankt natuurlijk allemaal voor de support. Bedankt voor het reageren. Bedankt voor het liken. Bedankt voor het abonneren. Maar Brian Bommelhof, die heeft nog een 2 euro supertanks achtergelaten. En hij zegt erbij, super dat je er weer bent. Ik doe veel inspiratie op van jouw boerderij. Hey Brian, lekker bezig jongen. Succes ook op je eigen boerderij. En dankjewel voor je 2 euro supertanks. Warre 555GGG, die heeft ook nog een 2 euro supertanks achtergelaten. En hij zegt erbij, groetjes uit België. Hey, iedereen die in België woont, groetjes naar jullie. En dankjewel Warre voor je 2 euro supertanks. Basic Games 03 die heeft nog een 2,50 euro supertanks achtergelaten. Heel erg bedankt voor je support. Anthony Porteman 261 die heeft nog een 5 euro supertanks achtergelaten. Dus high five voor jou. En heel erg bedankt voor jouw support. Is dit de laatste lading of kan er nog meer bij? Oeh, nee, hij zit vol. Dat was het. Nice. Dan gaan we weer terug naar het veld. KVDW360 heeft ook nog een 5 euro supertanks achtergelaten. Sowieso een high five voor jou. En hij zegt erbij, geweldige content Jan. Ik heb je pas kort geleden ontdekt, dus moest erg veel terugkijken toen ik bij was. Maar wat een vooruitgang op de boerderij. Klein bruggetje. Een van mijn 2 co-hosts van Gaming Galeror podcast heet ook Jan. Hij heeft dus blijkbaar een podcast. Dus lekker bezig, KVDW. En succes er natuurlijk mee. En doe groetjes aan je co-host. Kijk, Jan is gewoon een mooie naam. Ik moet hem eerst even uitklappen. En dankjewel voor je 5 euro supertanks, man. Dankjewel voor je support. Hij staat weer aan. Dus dan gaan we helemaal door naar de andere kant van het veld. Nog 1 of 2 keer terug, denk ik. En dan hoop ik dat we het redden met een 15.000 liter. Maar dat is een kleine vraag. Koepelgamer 045 heeft nog een 5,99 euro supertanks afgeplaatst. High five voor jou. En hij zegt, Jan, je had al een aanhanger voor de druiven gekocht. Fijn dat ik het nog even zegt, Koepelgamer. Maar gelukkig heb ik hem verkocht. Gelukkig hebben we echt honderden mensen in de acties gezet. Want ja, anders was het gewoon echt geldverspilling. En dat was het eigenlijk sowieso al. We gaan het er niet meer over hebben. Ja, dat lijkt me beter. En als laatste heeft Riddenfire 646 nog een 2 keer 10 euro supertanks achtergelaten. Dus dankjewel zoals altijd weer opnieuw en opnieuw voor jouw support, jongen. En geniet lekker van de afleveringen, man. Dankjewel. En dan moet ik even kijken. Red ik dit in 1 keer? Net niet, hè. Ja, dat is best wel een nadeel. Als ik iets meer naar links ga, dan red ik het wel. En dan weten we dus ook voor de volgende keer. 1 keer heen, 1 keer terug, 1 keer heen, 1 keer terug. En dit veld is klaar. Want we gaan dit in de toekomst nog vaker moeten doen. En ja, jullie raden het al. Wat ik ook in de toekomst wil doen is deze aanhanger upgraden naar een grotere aanhanger. Maar je zag de prijs in het staan. Dan hebben we minimaal rond 100.000 euro nodig. Dus dat gaat er voor nu niet worden. En voor nu moeten we dus met deze doen. Maar het gaat nog wel redelijk snel. Gewoon meteen 2 keer mest. Dan hoeven we er ook niet meer aan te denken. En dan kan onze suikerriet gewoon rustig gaan groeien. Dus dit is ook klaar. Kan de machine worden uitgezet. Dan moet ik even oppassen met de draai. Maar dat gaat goed. Gaat uitstekend. Alsof ik het gepland heb. En dan moet natuurlijk veld 48, 49, het veld aan de achterkant ook nog even bemest worden. En dan zitten de taken voor vandaag erop. Al moet, wacht even, veld 50 en 51 nog gewalst worden. Dus het beste wat ik kan doen is even daar een helper op zetten. Dus dan kan die helper gewoon dat veld gaan walsen. Dan hoeven wij er ook niet meer aan te denken. En dan zijn echt alle taken voor vandaag klaar. Dus we gaan het nog even rustig afmaken. Spelen met stront. Dat heb ik niet gezegd. Nee, dat heb ik niet gezegd. Want dat gaat sowieso geklipt worden. Dat ga ik sowieso ook weer terugzien op TikTok. Dus ja, ik weet alweer hoe dit gaat. Maar nog 1000 liter. Ik hoop dat we dit net kunnen afmaken. Maar 500 liter, kom op. Ik wil dit stukje afmaken. 300, 200, 100. Ah, net niet dat mee in dit. Oké, dan moeten we zo meteen die kopakker nog even meepakken. Maar nu we toch bij de boerderij zijn, ga ik heel even snel een werker aan het werk zetten.
met de wals. Hagrid is druk bezig en omdat er ook allemaal kleine stenen op het veld lagen, drukt hij die de grond in en zien we er helemaal niks meer van. Waar we dan wel rekening mee moeten houden is dat de volgende keer dat we gaan ploegen, dat er grotere stenen naar boven komen. En dan moeten we dus wel... Oh nee! Oh, dit hebben jullie niet gezien. Dus de volgende keer moeten we wel de stenen gaan rapen, maar voor nu was het nog niet nodig. Wat ik heel snel doe is ik pak eventjes dit zijstukje mee dat we hebben gemist. Dus dan zet ik hem heel even aan. Zet ik hem weer uit. Zet ik hem weer even aan. Niet over de bijen heen. En dan zet ik hem weer uit. Dan hebben we dat stukje namelijk ook meegepakt, want anders is het zonde. En dan kan ik het beste vanaf hier denk ik verder gaan. Dus het is wel goed uitgekomen dat hij net leeg was. Want kijk. Nice. Dan gaan we nu gewoon op deze manier verder. Dan kan ik heel die bocht meepakken. En dan gaat het eigenlijk wel goed zo, joh. Het gaat heel snel op. Maar als we eenmaal 100 koeien hebben, dan krijgen we het ook heel snel er weer bij. Dus ja, ik moet je zeggen, ik vind het wel een fijne job om te doen. Ik ben blij dat ik het niet ruik. Dat is een ander verhaal. Maar en wat ik hierbij ga doen, is ik ga deze aflevering afsluiten. Dus mocht jullie hebben genoten, ram dan natuurlijk uit. Blijkt op straks super gaaf vinden. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal, om op de hoogte te blijven van alle nieuwe afleveringen. En de volgende keer als ik bij jullie terug ben, is veld 47, 48 en 49 volledig bemest. En is veld 50 en 51 volledig gewalst. En kunnen we dus doorgaan met de volgende stappen. In ook een nieuwe maand. Dus heel erg bedankt voor het kijken. Heel erg bedankt voor de support. En hopelijk ook weer tot de volgende keer. Bye bye mensen.